Geliefde broeders en zusters, welkom op deze vrijdag van de zesde week van Pasen. En na hemelvaart, wij zullen we binnenkomen in deze grootste novena van onze kerk, novena tot de heiligheid. En zoals jullie weten, in Tongeren hebben wij aanwezig elke dag, avond, in een sporing en daarna het gebed tot de Heilige Geest om de Heilige Geest te smeken in ons leven aan hem, aan onze God toe te vertrouwen. En op het einde van deze novena gaan wij een gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat is ook de gewoonte van de gemeenschap op zaterdag tijdens de vespers. Na de vespers, want de verrijzenis van de Heer, zullen wij een gave van de Heilige Geest ontvangen, die wij zullen bewerken, die wij zullen mediteren, die wij zullen erover lezen, om een gave van de Heilige Geest, van de zeven gaven, ons ziel te laten verdiepen. En ik nodig u uit, als u tijd hebt en kan, om echt deel te nemen aan deze novena. En als u niet aanwezig kan zijn in onze huis in Tongeren, je mag ook thuis of op een andere gebedsgroep deze novena te beleven. Maar verlangt met heel uw hart, verlangt met heel uw wezen en heel uw ziel om binnen te komen in het mysterie van de Heilige Geest. Hij die heeft deze rol om de Heer Jezus Christus voor ons te openbaren, een nieuwe moed, een nieuw leven voor ons te geven, zodat wij een christelijk leven mogen beleven en discipelen van de Heer mogen worden. Uit de handelingen van de apostelen. Toen Paulus te Korinthe verbleef, sprak de Heer in een nachtelijk visioen tot hem. Wees niet bevreesd, maar spreek en zweeg niet. Ik ben met u en niemand zal u aanraken om u kwaad te doen. Want in deze stad behoren veel mensen mij toe. Anderhalf jaar bleef hij daar wonen, terwijl hij bij hen het woord Gods onderwees. Onder het proconsulaat echter van Gallio in Achaia keerden de Joden zich als een man tegen Paulus en brachten hem voor de rechtbank. Zij verklaarden: deze man tracht de mensen over te halen tot onwettiger godsverering. Paulus wilde juist iets zeggen, toen Gallio de Joden antwoordde: als het ging over een of ander onrecht of ernstig misdrijf, Joden, zou ik u vanzelfsprekend geduldig aanhoren. Maar zijn het twisten over een woord, over namen en over die wet van u, dan moet hij zelf maar zien. Daarover wil ik geen rechter zijn. Hij juur ze van zijn rechtstoel weg. Nu wierpen allen zich op Sosthenes, de overste van de synagoge, en gaven hem voor de rechtstoel een pakslag. Gallio trok er zich niks van aan. Paulus bleef daar nog vele dagen, nam toen afscheid van de broeders en ging in gezelschap van Priscilla en Aquila scheef naar Syrië. Eerst had hij in Krenchië zijn hoofdhaar laten afknippen, want hij stond onder gelofte. Woord van de Heer.
wij danken God. Dan zien wij Paulus, die kreeg in Korinthe een visioen. Van de Heer, wees niet bevreesd, maar spreek en zweeg niet. Ik ben met u. Het is een vertroosting voor Paulus dat de Heer met hem is en die had zijn sterkte, zijn genade schenken. En Paulus, die heeft daar een anderhalf jaar gewoond en het woord van God onderwees, had hij ook in Achaia naar de rechterbank en had deze een oordeling beleven. Maar de mensen van Rome, Gallio, had zeggen dat hij niet wilt rechter zijn van namen, van woorden, van wet. Maar dus hij probeert zijn hand proper te maken van de bloed van Paulus. En Paulus is zijn uur nog niet gekomen. Paulus is nog niet vermoord. Paulus gaat verder, gaat afscheid nemen van zijn broers en gaat verder met in de gezelschap van Priscilla en Aquila naar Syrië. En gaat ook zijn hoofdhaar laten afknippen, omdat hij onder een gelofte was. Welk gelofte weten wij niet. Dat staat niet geschreven. Maar wij zien wel de moed van Paulus. Wij zien wel hoe dapper was Paulus. Hoe groter was zijn vertrouwen in de Heer. Hij was in de rechterbank. Was in oordeling over hem. En hij bleef en het spreken over de Heer Jezus Christus, over zijn boodschap. Hij weet dat hij had lijden, maar zelf zo blijft hij gehoorzaam aan wat hij zelf heeft gekregen. In een nachtelijk visioen, wees niet bevreesd, maar spreek en zweeg niet. Paulus heeft een groot moed en hij is gezalfd door de Heilige Geest, anders zouden hij niet echt de sterke genoeg zijn voor deze strijd. Paulus is niet bang voor de oordeling van de mensen, maar hij is gehoorzaam aan de stem van zijn Heer, van zijn Meester. Psalm 47. Alle volkeren klapt in de handen, jubelt voor God met blij geroep. Want groot is de Heer en alom geducht. Een machtige vorst over heel de aarde. Volkeren levert Hij aan ons uit. De naties legt Hij aan onze voeten. Hij kiest het erfdeel voor ons uit. De troost van Jacob zijn welbeminde. God steekt ten troon onder luid gejuich. De Heer met geschal van bazuinen. Zingt nu voor God, laat klinken uw zang, voor onze koning een loflied. Uit het Heilige Evangelie volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, hij zult wenen en weer klagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Hij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. Wanneer de vrouw gaat baren, is zij bedroefd, omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. Zo zit ook hij nu wel bedroefd, maar wanneer ik u zou weerzien,
zal uw hart zich verheugen. En uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. Op die dag zult hij mij over niks ondervragen. Woord van de Heer. Wij danken God. Wij zullen bedroefd zijn, maar onze droefenis zal in vreugde verkeren. Ja, het is een evangelie die een gepast is aan de Easterlezing. Want de oordeling dat de mensen zullen over ons hebben, is een oordeling van mensen die hebben onze boodschap, die hebben de boodschap van de Heer Jezus Christus niet ontvangen en die geloven niet in Hem. Maar wij zijn zoals deze vrouwen die baren het licht, die baren Jezus Christus in de wereld. En wij zijn bedroefd omdat onze uur is gekomen. Wij voelen wel pijn, maar wanneer wij het gezicht van het kind, van de missie, van de bekering van de zielen zien, denken wij niet meer aan de pijn. Dat is onze missie. Jezus Christus in aanwezigheid, de beleving van het geloof, te baren in de wereld. En wij zullen wel beproeving meemaken. Wij zullen wel moeilijkheden meemaken. Maar wanneer wij het kind, wanneer wij een ziel zien die heeft de Heer Jezus Christus ontmoet door een missie, door een prediking, door een getuigenis, een persoon die heeft een woord van vertroosting gekregen, wanneer wij dat zien, denken wij niet meer aan de pijnen. Maar wij denken, hoe groot zou onze vreugde zijn als wij in de hemel zouden zijn met onze Heer Jezus Christus. En wij blijven in de hoop dat de Heilige Geest ons deze moed en deze vertrouwen kan schenken, zodat wij, zoals Paulus, met moed, met zekerheid, met een groot ijver kunnen onze missies verder zetten, niet zwegen, maar blijven spreken over Hem. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.